Goedemorgen, het is 25 maart 2013. Ik ben Desiree Stokkel. Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken, regelt moord op mensen. En dat is allemaal al bekend natuurlijk, maar ik wil even een bepaald traject laten zien. We gaan terug naar april 2007, dat is de maand waarin ik werd gedwongen door Klingendaal en door andere ministers en minister Guusje ter Horst naar het internationaal strafhof te gaan. Ik heb begin april een brief geschreven aan de ministers en waarin ik stel dat de Hoge Raad dossiers weggooit van burgers die rechtszaken starten tegen de minister-president of andere ministers voor misdrijven tegen de menselijkheid. En dat ik nu word vermoord, dat ze genocide aan het regelen zijn op mijn lichaam. Ze zijn aan het organiseren dat ik onderdeel ben van genocide. En dat ik naar het internationaal strafhof toe moet. Een week later krijg ik van Guusje ter Horst een brief met de mededeling dat de Hoge Raad een autonome organisatie is die zelf mag bepalen wat ze doen. Dat is een oorlogsmisdaad. Als ministers, rechters weigeren te corrigeren, is dat een oorlogsmisdaad. Nu, in 2013, heb ik een andere situatie. 24 februari heb ik een brief geschreven aan de ministers Veiligheid en Justitie, Ronald Plasterk Binnenlandse Zaken en het Internationaal Strafhof, voor het feit dat ik weet dat zij mij proberen te dwingen een illegaal politieverhoor op het hoofdbureau van politie in Haarlem te ondergaan, de centrale recherche. We zijn nu een maand verder en Ronald Plasterk heeft niet gereageerd. En dat bewijst dat het lobbyplatform dat eerst heeft geregeld in 2007 dat ik binnen een week van het ministerie een brief kreeg van Guusje ter Horst waarmee ik gedwongen werd naar het internationaal strafhof toe te gaan, datzelfde lobbyplatform nu regelt dat ik helemaal geen reacties krijg en dat ik maar moet worden vermoord. Ik kan het hierbij laten, ik zal die brieven even linken. Dag.